Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een What I Eat in a Day opnemen en ik heb wat pakketjes wat ik wil unboxen. Dus ik dacht, ik pak gewoon vandaag lekker mijn camera erbij. Ik ben de hele dag vrij en laten we beginnen. Ik heb eigenlijk vanochtend niet echt ontbeten omdat ik wakker werd en meteen naar een afspraak moest. Ik heb mijn wenkbrauwen namelijk gedaan. Heel erg blij mee. En nu is het 12 uur en ga ik eigenlijk pas beginnen met eten. Heel slecht, I know. Maar ik had gewoon niet echt trek en niet echt tijd vanochtend. Ik ontbijt eigenlijk altijd met kwark. Ik weet niet waarom. Ik vind het heel erg lekker. En dit is echt mijn nieuwe favoriet. Nou ja, eigenlijk niet echt nieuw. Want ik neem deze nu al een tijdje. Hier zit echt heel weinig calorieën in. Heel veel eiwitten. En hij is echt heel erg lekker. Hij smaakt dus naar karamel. En die mix ik dan eigenlijk met deze. Omdat ik de smaak anders iets te heftig vind. En ik vind deze ook altijd lekker om te nemen. Dus deze doe ik eigenlijk bij elkaar. En dan doe ik deze banaan er nog in. Ja, heel veel mensen verklaren me waarschijnlijk voor gek. Maar ik hou dus echt van hele bruine bananen. Dus dit is eigenlijk nog wel mild voor mij. Echt hoe bruiner hoe beter. I know, het is heel erg raar. Maar ik ga dit lekker bij elkaar gooien. Dan doe ik nog een beetje van dit erin. Ik vind het altijd heel erg lekker. Niet per se het meest gezonde, maar het moet ook een beetje lekker zijn. Zo, dan hussel ik het een beetje door elkaar en is dit eigenlijk mijn ontbijt. En ik heb dus een soort van kleine ijskoffieverslaving. En sinds kort kan ik die dus ook hier thuis maken. Want Vic en ik hebben een of ander super sonisch koffiezetapparaat. Dus ga ik lekker voor deze ochtend voor bij mijn ontbijt een ijskoffie maken. En ik maak het eigenlijk altijd met sojamelk. Dat vind ik lekkerder en is ook gezonder dan normale melk. En dit doe ik eigenlijk in een glas. Een beetje zo. Nou ja. Een beetje maar opmaken. Dan gooi ik er wat ijsblokjes bij. Dan gooi ik de koffie erbij. Kijk hoe perfect dit er gewoon nu al uitziet. Een klein beetje butterscotch voor de smaak. En dit is echt top, maar er zit zoveel suiker in. Dus ik probeer er altijd niet heel veel in te gooien. Dan altijd goed roeren zodat die ijs lekker smelt en die lekker koud wordt. En dan heb je een ijskoffie. Echt, dit verbaast me niet eens meer dat dit gebeurt. Goed, dit was ook mijn laatste melk. Dus geen ijskoffie voor mij. Dit is echt zo lekker. Ziet er echt niet lekker uit, maar echt top. From the 80s, someone keeps back in my way. Oké, nu ga ik met mijn scooter naar de maker. Want die is echt al sinds die storm kapot. En ik hoop dat die gemaakt kan worden. Dus ik zie jullie zo. Inmiddels is het 3 uur. Ik zou dus eigenlijk vandaag om 3 uur gaan sporten. Ik had mijn personal trainer afgesproken. Maar hij belde me net dat het toch niet even lekker uitkwam. Nou, ik vind het niet heel erg. Bij mij kwam het eigenlijk ook niet echt lekker uit. Want 3 uur is echt midden op de dag. En het is toch een half uur heen, half uur terug. Het zit in Alsmeer. En ik ben vandaag lekker de hele dag vrij. Dus ik dacht, kan ik lekker in huis rommelen. Dus dat gaat helaas niet door. Maar ik heb wel weer trek gekregen. Dus ik ga denk ik lekker een lunch maken. En ik heb eigenlijk wel zin in gewoon een cracker. En ik ga denk ik een ei bakken. En ik ga even kijken wat ik in de koelkast heb. Dit is ook echt onze koelkast. Dat is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Maar goed, dat is even niet anders. Ik ga lekker een eitje maken. Ik zweer dat ik het deze gisteren gekocht. En Fik is niet thuis geweest. Ik heb gewoon 5 eieren gekregen. Huh? Wat ziek. Oké, nou, ik doe het ei erin. En ik ga lekker koken. En ik probeer echt elke dag 2 liter water te drinken. Dus ik heb nu deze fles gevuld. Dit is een halve liter. En ik probeer echt dus om deze 4 keer leeg te drinken op een dag. Maar het gaat best goed, maar ik moet de hele tijd plassen. Het is zo irritant. Bijna.
ondertussen heb ik 2 rijstwafels gepakt. En ik eet altijd deze van de Jumbo, die dikke. Die vind ik echt amazing. En ik heb er een plakje kaas en een plakje kipfilet op gedaan. Ik weet niet, ik vind die combinatie heel lekker altijd. En ik ga lekker het ei erop doen en lekker eten. En ik heb hem weer gevuld. Dus ja, als ik deze op heb, heb ik 1 liter water gedronken. Kijk even hoe perfect dit ei is. Nou, enjoy! Echt simpel, maar echt lekker. Ik ben dus nooit echt de hele dag vrij zoals nu hoor. Dus ik maak ook nooit echt eten voor mezelf. Want ik ben eigenlijk altijd onderweg. Dus dan koop ik een salade of iets. Dus elke dag is wel altijd anders bij mij. Het is niet dat ik dit altijd standaard lunch. Ik had dit gewoon toevallig nog in huis. En ik dacht, ik heb geen zin om iets heel uitgebreid te maken. Ik eet eigenlijk nooit brood. Eigenlijk altijd rijstwafels of crackers. Dus ik dacht, ik maak dit. Oké, ondertussen wil ik eigenlijk een pakket met jullie unboxen. Ik heb namelijk weer een hele grote bestelling geplaatst bij Stronger. En Stronger is mijn favoriete sportmerk. Dus dit ga ik even aan jullie laten zien. Ondanks dat ik vandaag dus uiteindelijk niet heb gesport, heb ik wel in ieder geval sportkleding besteld. Het is echt superveel. Ja, ik ga denk ik gewoon een paar dingen laten zien. En ik ga een paar dingen zo aantrekken. Ja, dat was het. Als eerste heb ik een waterfles. Omdat ik dus echt meer water wil drinken. En ik heb die roze die ik net had. Maar verder, die Love Island waterfles die ik altijd gebruikte, die is kapot gegaan. Nou ja, mag ook wel na 2,5 jaar. Dus ik heb deze. Ik vond deze heel erg leuk. Er staat, being a sleepy girl with a busy life is hard. Ik vond hem wel leuk. Ik heb een zwart sporttopje. En dit is best wel een chill stofje. Veel stretch. En dit is gewoon altijd handig voor als ik ga boksen of als ik zelf naar de gym ga. Dus deze heb ik. En hij heeft een soort V-hals. Deze heb ik ook besteld. Dat is een trui. En ik vond deze kleur echt super leuk. Het is een beetje beige. Ik zal hem even openmaken. En volgens mij valt Stronger qua truien best wel groot. Ik heb maat S besteld. Want ik dacht, dan zit hij in ieder geval een beetje lekker oversized. Dus zo. En ik vind dit echt een heel erg leuk kleurtje om te combineren met zwart. En hij is ook echt heel erg lekker warm. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Verder heb ik deze. En ik heb deze al in het wit. Maar ik vind deze gewoon zo chill. Dit is gewoon een hemdje die best wel gewoon hoog is. En dan heeft hij een soort ja, leuk onderkantje. En deze zit gewoon heel erg lekker. Dus ik dacht, ik bestel hem ook gewoon lekker in het zwart. En ik heb hem ook in het roze besteld. Dus ja, soms heb ik gewoon als het topje gewoon goed zit en je weet dat. Dan is het gewoon super handig om die in heel veel kleuren te bestellen. Dan heb je hem gewoon. Dus ja, ik heb die dus in het zwart en in het roze besteld. Ik weet nog niet helemaal wat ik van deze kleur vind. Ik heb hem echt besteld omdat hij maar lekker zit en ik niet zoveel sporttopjes heb. Maar ik vind het nog wel een beetje een aparte kleur. Ik moet even kijken met wat voor kleurlegging ik dit kan combineren. Ik denk gewoon zwart. Verder heb ik nog een zwarte legging besteld. Want ik vind altijd dat de leggings van Stronger heel chill zijn. Omdat ze niet afzakken en niet doorschijnen. Dat is deze. En dit is volgens mij de meest basic legging die je op de website hebt staan. Maar ik vind dat altijd chill. Het hoeft voor mij niet allemaal gek. Hij is eigenlijk gewoon zwart. En hier staat Stronger. Dus ja, hier kan eigenlijk niks mis mee zijn. Hier ben ik heel erg blij mee ook. Verder heb ik nog een soort chill vestje. Ik heb deze echt al heel erg lang op mijn verlanglijstje staan. Omdat dit stofje, ik weet niet of jullie het ziet. Het is een beetje een velvet stofje. Maar echt heel lekker zacht leek. En dat is ook zo. Ik heb deze expres lekker in maat M besteld. Zodat dit gewoon een soort van mijn chill vestje wordt. Of die ik dan lekker aan kan doen voordat ik naar de training ga. Of als ik koud heb na de training. Maar dit is echt amazing. Het is zo lekker zacht. En het is dus zwart. En het is eigenlijk gewoon een vest. Met ook een capuchon eraan. Maar dit is echt, denk ik, echt een van mijn beste aankopen ever. Op de achterkant staat ook Stronger. Helemaal leuk. Ik ben hier helemaal blij mee. Ik ga denk ik even die legging passen. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe die zit. En dan ga ik even wat topjes aantrekken en dat vest laten zien. Dan kunnen jullie ook meteen kijken hoe het valt. Oké, ik heb nu dat heerlijke vestje aan. Nou, hij is eigenlijk helemaal niet heel groot. Ik dacht hij zou wel lekker oversized zijn. Maar het valt mee, dus hij valt best wel klein.
En deze zwarte legging, die sluit gewoon heel mooi aan. En hij zit heel erg lekker, dus hier ben ik zeker ook heel erg blij mee. Dit is de trui en deze vind ik ook echt heel erg leuk. Hij is wat groter, maar ik vind dat ook wel erg leuk. Wow, ik match echt met mijn achtergrond van mijn muur. Maar deze is gewoon heel chill. En deze vind ik eigenlijk ook wel gewoon leuk om te combineren met een spijkerbroek. Dus niet per se als je gaat sporten, maar ik kan ook echt wel in dagelijks leven. Dit is nog een topje en ik heb deze in M besteld. En ik zit sowieso bij Stronger altijd een beetje tussen S en M in. Nu is hij misschien iets te groot, maar ik vind hem wel heel erg chill. Je kan eventueel ook nog een sport BH onder zodat hij iets strakker zit. Maar hij is wel heel erg leuk, zo in combinatie met een zwarte legging. Zoals ik al zei, is Stronger dus echt mijn favoriete sportmerk. Dus daarom heb ik ook een hele leuke kortingscode voor jullie. Met LisaV20, ik zal het hieronder even editen, krijg je 20% korting op de hele collectie. Dus ik zou zeggen, check de website even. Ik zal alle producten die ik heb besteld even in de beschrijving zetten. Dan kan je die ook nog even checken. En ik zou zeker gaan bestellen met mijn kortingscode. Verder had ik vorige week ook een bestelling geplaatst bij Chiquel. En ik vind Chiquel echt een hele chille webshop. Je hebt echt van alles. Heel veel basic items, maar ook juist wel weer party dingetjes. Ze hebben ook heel veel leuke dingetjes weer voor de zomer en de lente als er aankomt. Maar ik heb dus dit topje besteld. En ik draag deze echt zo vaak al de afgelopen week. Omdat hij gewoon heel chill is voor bijvoorbeeld met een blazertje eroverheen. Met uitgaan kan hij leuk zijn of voor uit eten. Maar ja, eventueel kan je het ook gewoon gebruiken voor een zomer bij een shortje. Of misschien een sporttopje. Dus gewoon een topje wat heel erg handig is. Verder heb ik tegen mezelf gezegd dat ik iets meer kleur wil dragen. Dus heb ik deze oranje trui besteld. Echt een heerlijk truitje alvast voor Koningsdag. Maar hij kan voor nu ook al. Het is eigenlijk gewoon een soort gebreide trui. Ik vind hem heel erg leuk met bijvoorbeeld een spijkerbroek. En ik heb ook hele leuke oranje sneakers. Dus dat kan ik dan weer heel erg leuk combineren. Maar hier ben ik heel erg blij mee. Hij is een beetje cropped, maar wel heel erg leuk. En als laatste heb ik een zwarte top. Wat aan de voorkant eigenlijk heel basic lijkt. Maar hij heeft dus echt een hele open rug aan de achterkant. Dus dit is misschien wel heel erg leuk om te combineren met een leuke zwarte broek en misschien hakken. Nou, zie ik dus ineens op Instagram dat mijn zusje om de hoek zit op het terras. Echt hier, nou, 3 minuten lopen met Beer en nog een vriendinnetje. Dus ik zeg hallo, FOMO. Ik heb al de hele dag zoiets van ik wil naar het terras, want het is ook echt warm. Het is inmiddels ook alweer 5:30 hoor. Dus ik ga echt maar voor heel eventjes, want om 7:00 heb ik ook weer met vriendinnetjes afgesproken. Maar ik ga even Beer gedag zeggen en mijn zus gedag zeggen. En waarschijnlijk iets drinken op het terras. Dus dat film ik dan ook vandaag. En het is 5:30, maar de zon schijnt nog steeds. Dus dat is echt top. Ik krijg er altijd zo'n zomers gevoel van. Dat het weer langer licht blijft. Heerlijk. Wanneer de rest aan het wijnen is. Nee, ik heb even een cappuccino voor mezelf besteld. Ik ga vanavond wel wijn drinken met vriendinnen. Dus nog even rustig aan. En Beertje is er. Oh, hey. Beertje is een beetje koud. Dus Beertje, die wordt een beetje warm gehouden door dit sjaaltje. Zit jouw sjaal? Ja. Ah. Zo, ik ben weer thuis. Het is zo koud buiten dat ik gewoon nog steeds mijn jas aan heb. Maar ik bedenk me echt dat ik vandaag een Water Eat in a Day opneem. En ik echt heel weinig gegeten heb. In ieder geval vind ik, geen idee hoe jullie erover denken. Soms eet ik inderdaad best wel weinig op een dag. En dan besef ik me niet dat het eigenlijk heel weinig is. Vroeger had ik wel eens een beetje een rare relatie met eten gehad. En ik merk dat soms nog wel. En op dagen dat ik werk, eet ik gewoon lekker bij mijn werk. Maar als ik toch zelf mijn eten moet inplannen en zelf moet maken, dan schiet dat er soms een beetje bij in. Maar ik heb gisteren toevallig bij de supermarkt een snackje gekocht. Letterlijk een snackje, want het zijn Snack & Jax. Snack Ajax, ik weet niet. Snack Ajax, ja. En er zit dus in heel dit zakje 96 calorieën. Echt heel erg weinig. En dit is echt super lekker. Al geef ik toe, dit is kaas. En ik vind de paprika toch iets lekkerder. Maar deze zijn ook top. Het zijn eigenlijk gewoon, ja, ik zal het net zien. Kleine Snack Ajaxjes of kleine chipjes. Oké, okay, paprika is echt lekkerder. Mocht je deze willen kopen, koop paprika. Dit is kaas. Geef ze dan 7. Maar echt een super chill tussendoorfje. Gezond, helemaal niet veel calorieën. Voor zoals nu, want ik moet eigenlijk heel snel omkleden. Want ik zou om 7:00 bij vriendinnetjes zijn. Het is nu 7:00. Dus ik ga heel snel omkleden en dan ga ik daar ook lekker eten en drinken. Dus dan laat ik weer zien wat ik vanavond eet.
Wat zijn jullie nou, jongens? Dit is ons avondeten. Noah en Indy hebben erg hun best gedaan. Ze hebben heel erg goed gekookt. Hele dag gewoon stokbrood. En de dag in de keuken. Mini pizzaatjes. En allemaal hapjes. Ik heb nu één wijntje op. Ik was bezig met mijn 2 liter water. Het is bijna gelukt, maar de dag is nog niet voorbij. Maar ondertussen ook even een wijntje. Gaat het niet lekker in? Ik heb maagzuur. Nou jongens, dit is ons hoofdgerecht. Wat is het precies nou? Kan je even uitleggen? Frikandel met bamischijf, met kip, korn en bitterballen. Yay! We hoeven het al de hele tijd over een bamischijf. Volgens mij is het echt nog niet goed warm. Wil je even nog meer sinaasappelsap? Ja, kunnen jullie even proeven? Het is heet. Volgens mij is het echt wel warm. Oh, heel warm. Nu snij je de eerste hap al meer. Terwijl het nog ligt. Oh. Nee, jongens, dit was een soort van mijn avondeten. Een beetje random, maar ja, elke dag verschilt echt van mij. En we gaan dus vanavond de stad in. Dus dan zal ik gewoon doorfilmen met wat ik drink. Want het wordt bij mijn video. Oké, jongens, dit wordt ook bij Ik ben helemaal vergeten mijn video af te sluiten, dus dat doe ik nu even. Dit was dus een soort van mijn what I eat in a day. Het was echt gewoon een hele basic, normale, random vrije dag in mijn week. Wat ik al eerder zei in mijn video, elke dag eet ik eigenlijk anders. Dit was heel spontaan dat ik even naar het terras ging en dat ik natuurlijk bij een vriendinnetje at. Maar de dag erna was het weer bijvoorbeeld heel veel groenten en andere dingetjes. Dus ja, het was gewoon even random. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Let me know in de reacties en doe even een duimpje omhoog. En abonneer nog even op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan hoor ik heel graag van jullie wat voor video jullie de volgende keer willen zien. Oké, doei doei!